Welkom in de chocoladefabriek. Ik ben Karin Tuts en ik woon hier sinds augustus samen met mijn partner Patrick Jeugmans. Wij zijn een nieuw samengesteld gezin en waren op zoek naar een heel mooi, leuk appartement met heel veel lichtinval en veel ruimte. Dus die heeft hier een enorme historische ziel. Vooral het fantastische concept hier, dus living together apart, samenwonen in community, maar toch het enorm vrijgevoel hebben, je eigen privacy hebben. Dat was meteen dus de liefde waar we voor vielen. We komen hier thuis en we hebben hier steeds het vakantiegevoel. In de zithoek hebben we een enorme oase van rust, dus we hebben hier echt het zen-gevoel door de zeer mooie hoge plafonds, die reiken tot 7 meter hoogte. En uiteraard dus de mooie glaspartijen, dus het zicht naar ons terras naar buiten toe, dus dat is ook een prachtig gegeven. Zoals je ziet heb ik hier ook gekozen dus voor een hele mooie naturele meerlagige parket, dus wat ook echt de warmte creëert in deze loft. Hier komen we dan in de keuken. Dus hier heb ik gekozen voor imitatie natuurstenen. Formaat 90x90, wat uiteraard de ruimte ook optisch groter maakt. Mijn liefde voor deze vloer is ook enorm groot, omdat ik verkoopsadviseur bij Impermo ben. Hier komen we dan in de eetkamer, waardoor ik voor een zeer grote tafel gekozen heb. Dus een tafel van 3 meter lengte. Dit omdat we natuurlijk met ons nieuw samengesteld gezin met onze kinderen samen gezellig kunnen tafelen en kunnen genieten in deze ruimte. Dan zijn we hier in de bovenverdieping, dus in onze slaapkamer. Uiteraard heb ik hier ook gekozen dus voor het open loftgevoel. Zoals je ziet, alles is opengetrokken. Deze glazen balustrade benadert dat. Dus zo de doorzichtigheid in onze loft, het open gevoel en de verbondenheid uiteraard met onze leefruimte. In de badkamer heb ik ook voor keramische tegels gekozen. Tegels van 1,20 meter op 60. Zoals je ziet hier, dus, maakt de ruimte ook veel ruimer, veel groter. En onderhoudsvriendelijk, dus kras- en vlekbestendig heeft niks als voordeel in uw badkamer. Je ziet, ik heb ook wederom voor parket gekozen, onze meerlagig parket. Die loopt over heel de bovenverdieping, wat een eenheid met de benedenverdieping geeft. Ik geniet er ook enorm van om samen met de buren te genieten van een gezellig aperitiefje. Het is hier ook een beetje de gewoonte als we in onze gemeenschappelijke tuin vertoeven dat we de buren tegenkomen en heel snel een glaasje klinken op een van de gezellige terrasjes. Dit is ook mijn levensvisie. Carpe diem, pluk de dag.